Onze derde spreker is professor Jaap de Hoop Scheffer. De Hoop Scheffer was fractieleider van CDA in de Tweede Kamer, minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO. Tegenwoordig is hij minister van Staat en verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij geeft les in internationale betrekkingen. Graag uw aandacht en uw applaus voor Jaap de Hoop Scheffer. Ja, we gaan deze kant op. Er is al een glas water in, schoon glas. Vier poten, hè? Ja. Witte wijn. Maar die wilt wel hier, hè? De pit zeker hier, hoor. En de fles moet weg, anders het gaat niet om wat we zeggen, maar over gezien worden. Daar gaat het om. Zo is dat. Goed dat je er bent. Dankjewel. Veel beleefd. Betutoyeren. Ja, als het met de minister gebeurt, wie ben ik dan? Nee, ik ga gauw over naar u, minister van Staat immers. Dank u wel. En misschien is het wel goed om even, we kunnen het grote verhaal vertellen, de grote analyse maken. Want we zijn nu heel praktisch bezig geweest, maar het grote verhaal misschien toch een eerste reactie op de bijdrage van de minister en Hoekstra. Nou, wat mij opviel in de bijdrage van de minister, ik denk dat zij dat uiteraard, zoals de minister betaamt, diplomatiek en beleefd verwoorden, is dat wij naar elkaar toe, als je in een bondgenootschap zit, als de NAVO, maar dat geldt ook voor de Europese Unie, dat je voorspelbaar moet zijn. Met andere woorden, wij moeten voorspelbaar zijn naar onze bondgenoten en wij mogen ook van onze grootste bondgenoten, belangrijkste bondgenoten, Verenigde Staten, verwachten dat zij voorspelbaar zijn naar ons toe. En daar komt, denk ik, door die onvoorspelbaarheid, er komt ook een deel van de grote verwarring uit voort, die nu in politieke kringen en politieke zin heerst over, en dan praten we uiteraard over de actualiteit van de dag en niet over het grote verhaal, daar komt die onzekerheid en verwarring uit voort die er ontstaat wanneer dit soort zaken gebeuren. En politici en ministers en regeringen moeten een moment de tijd hebben om A, een analyse te maken en op basis van die analyse te beslissen wat ze gaan doen. Nou, ik heb het idee dat dat in het geval van de beslissing van de Amerikaanse president om de troepen terug te trekken uit Noord-Syrië, dat dat niet gebeurd is. Dat zou niet voor herhaling vatbaar zijn wat mij betreft, want dan wordt het uitermate warrig en lastig. Toch, als je, dit is een beetje het verhaal wat in Nederland en Europa verteld wordt, als je natuurlijk de afgelopen jaren een beetje gevolgd hebt wat er gebeurde, dan Amerika heeft natuurlijk wel aangegeven, ga nou die ISIS-gevangenen weghalen, want ze kunnen daar niet altijd maar bewaakt blijven door ons. Ze hebben ook al aangegeven, kom ons helpen, hè, boots on the ground, door de ambassadeur zelf. Dus het is niet helemaal een verrassing natuurlijk. Hè, wat er nee, de actie van Erdogan is niet helemaal een verrassing. Maar het feit dat wij op het journaal en overal in de wereld Amerikaanse panzervoertuigen zien rondrijden met die grote wapperende Amerikaanse vlaggen, geeft een ongelooflijk belangrijke boodschap af. Zoals dat ook in het Balticum, in de Baltische Staten, een enorm belangrijke boodschap is dat die panzervoertuigen daar rondrijden. Dat ziet meneer Poetin en dat zien de Russen zien dat ook. En Erdogan zag dat ook. En ik zie niet direct een kausaal verband tussen een land als Nederland, wat heeft gezegd, nou ja, om ons moverende redenen doen wij niet op de grond mee, en het feit dat nu de Amerikaanse troepen worden teruggetrokken. Want dan verwar je, vind ik, het kleinere beeld met het grotere beeld. En ik wil het wel nog groter maken. Een supermacht als de Verenigde Staten van Noord-Amerika moet altijd, vind ik, een land zijn door de kracht, door de macht, wat op een of andere manier probeert een machtsbalans te creëren. Nou, die machtsbalans, heel fragiel, die was er in die regio. Die was er ook in het Midden-Oosten. En die is er niet meer. En dat leidt tot allerlei gedoe en conflicten. En als ik zeg voorspelbaarheid, dan zeg ik ambassadeur Hoekstra na. Bijvoorbeeld NAVO, dat is een alliance of values. Utmost important. But I also tell my American friends then, realize we are the best allies you have. We are the best allies you have. En als NATO dus een belangrijk bondgenootschap is van solidariteit, dan zeg ik, dan moet dat bijvoorbeeld ook kunnen gelden op handelspolitiek gebied. En dan zeg ik, laten wij als Europeanen samen met de Amerikanen tegen de Chinezen optreden. Don't go it alone.
Ik ben het met de ambassadeur zeer eens dat er veel te doen is met en ook veel te doen is tegen China. Maar als je een handelsconflict voert, voer dat dan ook samen. Voer dat dan ook samen. Doe wat je samen doet in NAVO, doe dat ook samen op handelspolitiek gebied. Dan ben je sterker. En tegen mezelf als Europeaan en ons als Europeanen zou ik willen zeggen, en dan heb je het ook over defensie. Neem jezelf serieus en voorkom dat je uiteindelijk in een notenkraker terechtkomt in die grote rivaliteit die ik voor mij zie de komende tientallen jaren tussen de supermacht, de gevestigde supermacht Verenigde Staten van Noord-Amerika en China. En dat moeten wij, ambassador, we have to act together, we have to find the answer together. En wat ik was saying in Dutch is that we as Europeans should prevent to get into the nutcracker between in that great rivalry between China and the United States. De notenkraker. Ja. Maar dat betekent ook, u bent een oude Atlanticus. Dat mag. Oude Atlanticus. En je ziet ook Europa wel worstelen met de rol, met zijn rol. Want ja, je zou kunnen zeggen dat de regio waar nu, hè, Syrië, Turkije, dat eigenlijk behoort tot een Europese regio. Daar moeten wij voor zorgen eigenlijk. Het is toch een beetje vreemd dat Amerika helemaal uit Amerika moet komen om daar een beetje de boel te... Dus in de Europese hoofdsteden wordt wel een beetje geklaagd nu, maar maken ze wel een vuist eigenlijk? Nou, Joop den Uyl zal zeggen twee dingen. Voor de oude generaties in de zaal. Twee dingen. Eén, ik denk dat een supermacht als de Verenigde Staten, en dat hebben we in de geschiedenis ook gezien, het zich in feite niet kan permitteren om zich terug te trekken van het wereldtoneel. Dat hebben de Amerikanen gedaan na de Eerste Wereldoorlog. En in het interbellum, en laat ik het wat scherp formuleren, de prijs die de Verenigde Staten uiteindelijk betaalden voor die terugtrekkende beweging in het interbellum, werd eerst betaald in Pearl Harbor en later betaald om de stranden van Normandië. We hebben dat herdacht nog kort geleden, toen duizenden, tienduizenden Amerikanen het mogelijk maakten dat wij hier nu in vrijheid zitten. Dat moet ook gezegd worden, dat moet permanent gezegd worden. Dus het kan helemaal niet zonder de Amerikanen. Maar ik zeg daarbij, ik hoop ook dat de Amerikanen realiseren, we are the best you have. Nou, nu naar Europa. We kunnen niet voor ieder conflict op de deurbel van het Witte Huis gaan drukken, van het Oval Office. En zeggen, kun je ons alsjeblieft helpen? Deden we in de Balkan in de 90er jaren. De VN kwam er niet uit, Europa kwam er niet uit. Godzijdank, zei Clinton op een gegeven moment, oké, nou. Huh? Libië, nou, geen daverend succes. NAVO-operatie, maar de Europese NAVO-bondgenoten konden het niet aan. Daar moest Uncle Sam moest weer binnenkomen vliegen en rijden. En Libië is niet een toonbeeld van stabiliteit. Ik druk mij nou mild uit. Maar nou komt het maar. En dan begin ik niet in het Midden-Oosten, maar ik begin in de Sahel. Dat moeilijk bestuurbare gebied van Afrika. Waar Boko Haram een link creëert met ISIS. ISIS met Al-Qaeda in de Islamic Maghreb. Waar het grote migratieprobleem gecombineerd met klimaatverandering in Afrika plaatsvindt. En al die mensen op onze kusten afkomen. Ik kan mij best voorstellen dat het in die regio zo instabiel zou worden. Nederland is al in Mali geweest. Gaat mogelijk, ik weet dat niet, gaat mogelijk daar weer wat doen, lees ik in de krant. Je kunt in zo'n scenario toch niet als Europeaan zeggen, ik ga naar ambassadeur Hoekstra en via hem ga ik naar het Witte Huis. Ik druk daar op de bel, want wij kunnen het niet. Dat is niet denkbaar. Dus moet het gevolg van de situatie waarmee we nu geconfronteerd worden ook zijn dat Europa zijn eigen defensie serieus neemt. Zeg ik als Atlanticus, zeg ik als Europeaan. Want ik realiseer me ook, en ik ben als Atlanticus geboren en ik zal Atlanticus blijven, maar ik ben ook een Europeaan en dat gaat heel goed samen. We kunnen er in Europa niet meer van uitgaan dat de transatlantische verhoudingen hetzelfde zullen blijven zoals ze 70 jaar geweest zijn. Dat zal niet gebeuren. Okay. En dat heeft weer te maken met die grote rivaliteit Verenigde Staten-China en het feit dat de Amerikanen, om voor mij volstrekt begrijpelijke redenen, dat is niet Trump die daarmee is begonnen, Obama noemde zichzelf Pacific President. I am a Pacific President, kort na zijn aantreden. Dus dat is niet Donald Trump die daarmee begonnen is. Daar zal een deel van de aandacht moeten liggen. En dan moeten wij als Europeanen toch proberen onze eigen broek op te houden zonder bretels van de Amerikanen. Ik noteer het derde applaus.
Dat kreeg ik in de politiek ook wel eens, maar dat liep anders af. toch goed terecht te komen. Ja, ik vind dat wel mooi klinken hoor. We moeten als Europa onze defensie serieus nemen. En dat hoor ik al mijn hele carrière in de journalistiek. En dat is een jaar of 40. En daar komt toch eigenlijk heel weinig van terecht. En u heeft midden in het centrum gezeten bij de NATO. Met Europese landen, Amerikaanse landen. Ja. Hoe moet dat gebeuren, die samenwerking? Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik vind, staat ook in het advies van de adviesraad internationale vraagstukken die ik mag voorzitten, dat ook binnen de NAVO, waar je vroeger de eurogroep had, die eurogroep betekent nu iets anders, want het gaat over de euro, maar binnen de NAVO had je de eurogroep, dat was niet een caucus tegen de Amerikanen, maar dat was een overlegorgaan van de belangrijke Europese NAVO-lidstaat. Ik ben het met u, cynisme en somberheid, ben ik het eens over Europa. Zeker als de Britten straks besluiten hun zelfmoord te voltooien met een brexit. Dan zal... Wat blijft er dan van Europa over? Dat is in feite Frankrijk. Want van Duitsland kunnen we niet verwachten dat Duitsland om redenen die we kennen... Of die valide zijn, daar kun je een andere discussie over voeren. Dat is dus veel te weinig. Consequentie, je moet ook na brexit proberen die Britten zo nauw mogelijk, ze blijven uiteraard in de NAVO, zo nauw mogelijk bij Europa betrokken te houden. Maar ik ben het met u eens. Het stelt op dit moment helaas nog niet veel voor. Ik ben niet tegen PESCO, daar ben ik niet tegen. Het klinkt als een insectenverdelger, maar los daarvan. Ik ben niet tegen PESCO, maar PESCO is te bureaucratisch. PESCO doen al te veel landen aan mee, te veel projecten, bureaucratie. Het is wel zo, Thierry Boudet, dat in Brussel minder ambtenaren zitten dan bij de gemeente Rotterdam. Maar dat laat ik even terzijde. Brussel is bureaucratie. Ik zou inzetten op het Europese interventieinitiatief van Macron. En proberen om in bilaterale samenwerking, zoals Nederland dat doet met de Belgen, met de Duitsers, met Groot-Brittannië, de mariniers. Ik zie de minister tot mijn grote vreugde bevestigend knikken. Je zult een aantal ad hoc samenwerkingsverbanden moeten realiseren. Want u zult het met mij eens zijn, meneer Joustra. Dat stel dat Sahel-scenario van mij zich manifesteert. Dan kun je toch niet de Amerikanen zeggen, kun je ons komen redden. We hebben ze hard genoeg nodig in onze afschrikking. En dat is ook aan de orde geweest vanmorgen. Dat meneer Poetin geen rare dingen gaat doen. En als ik dat tegen mijn studenten zeg, dan zeggen ze, professor, een beetje overdreven. Ik zeg, ga dan maar eens met je leeftijdgenoten in Tallinn en Vilnius en Riga praten. Luister naar hen en hoe zij daar tegenaan kijken. En realiseer je dat iedere keer als ik, en dat zal voor de minister ook gelden, in een van die hoofdsteden was, dan werd het luchtruim massaal geschonden door Russische vliegtuigen. We weten dat je er bent, vriend. Dat is een totaal andere situatie. De minister noemde de Iskanders in Kaliningrad. Daar moet het NAVO-deterrence posture buitengewoon krachtig worden verdedigd. Mag wat mij betreft wel wat steviger, eerlijk gezegd. Ook daar, ambassador, I adore the stars and stripes flying there on US vehicles in the Baltic area. Maar binnen Sahel kun je dat toch niet doen? Ja, en in het Midden-Oosten, want u spreekt mij daar terecht op aan. Ik vind niet dat er een direct causaal verband kan worden geconstateerd tussen het feit dat landen daar niet meedoen en het besluit van president Trump om de troepen terug te trekken. Het was een wespennest, het is een wespennest. De machtsbalans in die regio is verstoord. En ik weet dat bijvoorbeeld een land als Nederland ook in de regio andere opties heeft om mee te doen. En ik blijf even buiten het debat, omdat ik er weinig van weet, een beetje van weet. Hoe het precies moet met de terugkeer, met het terughalen van jihadis en de beveiliging van de kampen. Ik blijf vinden, ten aanzien van deze actie, dat ik mij afvraag hoe je zo'n actie die Erdogan nu uitvoert, hoe je hem kunt goedkeuren. Hij is straks wel eigenaar van het probleem. Hè? Colin Powell had altijd de rol van de pottenbakkerij, the rule of the pottery barn, when you break it, you own it. Dus als je erin gaat, zoals Erdogan nu doet, hij is straks wel eigenaar van het probleem en eigenaar van de regio. En zolang de Amerikanen daar waren, was hij dat niet. En waren anderen dat ook niet. En waren de Amerikanen dat. En dan zeg ik weer, die vlag, daar gaat het om. Met groot respect naar wat wij zelf in Europa aan defensie kunnen doen. Nog even terug naar Europa, want dat ging een beetje over de samenwerking. Maar als het dan gaat over de defensieindustrie.
Want is het dan zo dat het ook samen moet werken? Dat je alles moet kunnen exporteren binnen Europa? En we hadden net met een vraag aan de minister. Ik kom uit Vlissingen. Dan zou ik die schepen onderzeeboten graag gebouwd zien in Vlissingen. Het lijkt me logisch, want dat is een goede impuls voor Vlissingen. Maar ook een goede impuls voor Nederland. En je investeert ook in kennis van mensen. Maar zegt u nu ook heel voorzichtig, nou ja, die schepen kunnen ook wel elders gebouwd worden? Waar ze uiteindelijk gebouwd worden, dat laat ik op dit moment aan de minister en aan de staatssecretaris. Het is uiteraard goed als ze in Nederland gebouwd zouden kunnen worden. Maar dan vraag ik me dus wel af als relatieve leek. Is er voldoende kennis? Maar goed, de anderen kunnen die vraag beter beantwoorden. Ik beantwoord het dan ook niet. Ik zie ook wel in het onderzeebootproject een grote kans. Om te kijken waar je op Europees niveau met andere belangrijke Europese landen zou kunnen samenwerken. Maar ik laat verder die onderzeebootorder. Het heeft vrij weinig zin. Ik behoor nu tot de categorie der pundits, van die commentatoren die vrij kunnen spreken. Want ze spreken niet meer namens een politieke partij of een land of een organisatie. Maar zelfs in die positie zou ik de onderzeebootorder, misschien tegen de minister zeggend van, wie weet dat het nog voor het einde van het jaar lukt. Dat ik mij verder van specifiek commentaar op die orde onthoud. Ik wil wel iets anders zeggen. Ambassadeur Hoekstra sprak over een level playing field. Ik vind wel dat wij, ook in die grote rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China, dat de Europese Commissie goed moet kijken dat wij op handelspolitiek gebied binnen Europa een level playing field organiseren. Siemens Alstom is een mooi voorbeeld. Daar kun je van alles van vinden. Maar ik zou niet willen dat over 3 jaar de Chinezen hoge snelheidstreinen komen aanbieden voor een derde van de prijs. Omdat de Europese commissaris, terecht op grond van huidige regelgeving, dat verwijt ik haar niet, de fusie tussen Siemens en Alstom heeft moeten blokkeren. Dus dat wordt hopelijk ook een keer een debat in de Kamer. Dat de Europese Commissie, nieuwe Europese Commissie, ervoor zorgt dat we een level playing field hebben. Dat zullen de Amerikanen, onze Amerikaanse vrienden, natuurlijk niet altijd leuk vinden. Maar ik zeg daar wel bij, in de aanwezigheid van ambassadeur Hoekstra. En ik was niet direct betrokken, maar wel indirect betrokken als Kamerlid bij de aanschaf van de F-16 in der tijd. Die F-16's vliegen nu nog in grote getalen rond. En de concurrenten van de toenmalige F-16's, die zie ik niet of nauwelijks meer. En dat was voor mij de reden dat het zonneklaar was dat we de F-35 moesten kopen. Wat we ook hebben gedaan. Maar het zou best dus kunnen dat een Europese defensieindustrie, and best it's not impossible that a grown-up European defense industry would compete with the sophistication your fighter aircraft and your military products can achieve. Voor mij is het van groot belang. Wat gaat Duitsland doen? Duitsland kennende, zal Duitsland voor de vervanging van zijn jachtvliegtuigen voor de helft Europees gaan en voor de helft F-35. Maar I stand to be corrected. The ambassador referred to an article in the New York Times about the cyber in Russia. Is een cyberaanval, activeert dat ook artikel 5 van de NATO? De NAVO heeft in een van zijn communiqués, laten we zeggen, artikel 5 en cyber nader tot elkaar gebracht. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat indien Poetin een massale cyberaanval zou uitvoeren en een NAVO-bondgenoot artikel 4 en daarna artikel 5 zou inroepen en artikel 5 zou worden gematerialiseerd, dat dat voor de NAVO een ongelooflijke opgave zou zijn. Omdat de vraag zou zijn, hoe ga je reageren? Ga je reageren in kind, dat wil zeggen met cyber? Dan heeft de NAVO natuurlijk als NAVO niet de mogelijkheid. Individuele landen hebben de mogelijkheid dat te doen. Wat mij zorgen baart, dat als ik in Brussel bij de Europese Unie over cyber praat, dan mag ik alleen daar meteen het woord defense aan toevoegen. Terwijl ik vind dat wij ook een retaliatory capacity, een antwoord moeten hebben in kind op cyber. Ga je in zo'n scenario militair reageren op de klassieke manier? Hoe doe je dat? Nou, daar koppel ik aan vast, een oproep, en ik ga dat nu doen met een Brusselse denktank binnenkort. Dat soort scenario's moeten we oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Dat als dat gebeurt, dat je niet als ministers ook tegen elkaar aan zit te kijken als ja, dit is wel totaal nieuw voor ons. Hier hebben we nog nooit rekening mee gehouden. Dus mijn oproep is in dit opzicht aan de Nederlandse minister, maar veel breder. Ik denk dat dit soort scenario's zeker
hybrid, zoals de ambassadeur dat noemde. De combinatie van alles, van een vijfde kolonne. Kijk naar de krim, van cyber, van hacking, van misinformatie, van fake. Je moet scenario's schrijven en dat kunnen mensen heel goed. En dan moet je oefenen, wat doen wij wanneer? Zodat we niet op het moment dat dat gebeurt, met onze handen in het haar zitten. Zeggen we weten het niet, want we hebben het nog nooit meegemaakt. Even nog één kort dingetje. De minister kon natuurlijk niet volmondig ja zeggen. Maar ik vroeg de minister of het dan niet logisch is om sommige mensen bij Defensie veel meer te betalen dan het wettelijke norm. Als het gaat over kunstmatige intelligentie en ook cyber. Wat is uw positie? Nou, mijn positie is, maar hier spreekt weer de Nederlandse staatsburger Jaap de Hoop Scheffer. Ik vind dat de WNT weer veel te ver is doorgeschoten. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Wetnormering topinkomens. Je kunt het ook overdrijven en ik vind dat wij dat overdrijven. Zoals ik ook vind en vond, dat weet de minister uit ons gemeenschappelijk verleden, dat we onze politici te weinig betalen en onze ministers te weinig betalen. Maar goed, als je dat zegt, dan ben je meteen in het college van de zakkenvullers. Ik vind dus dat we met de WNT zijn doorgeschoten, maar gegeven het feit dat wij wetgeving hebben. En ik verwijs even dan naar mijn eigen verleden, toen het ging om het salaris van de Wim Pijbers, de directeur van het Rijksmuseum, toen ik daar voorzitter raad van toezicht was. Toen werd op een gegeven moment gezegd, nou ja, luchtverkeersleiders zijn zo belangrijk, die moeten we echt meer betalen. Dan heb ik tegen toenmalige minister Plaster gezegd, nou, ik heb ook iemand die ik erg belangrijk vind, want die is hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Nou, dat ging niet door, uiteraard. Dus ik, onder de huidige omstandigheden kan de minister geen ander antwoord geven dan ze geeft. Zij heeft zich te houden aan de WNT. Ik zou hopen dat dat in de toekomst anders zou kunnen worden. Want ik vind dat het zou moeten kunnen, wat u mij vraagt op Defensie. Maar op dit moment kan het niet. Want ja, we hebben daar wetgeving voor. Dus daar is de minister ook aan gehouden. Professor, zullen we nog één vraag uit de zaal nemen? Zie ik iets, een hand opgaan? Ik zie helemaal links. Klopt dat? Ja, of daar. Houd de microfoon vast, of niet? Uw naam? Meneer de Hoop Scheffer, dank u wel dat u heel wat gezegd hebt aan ons allen. Geef even uw naam zelf. Dat wilde ik net doen, meneer Joustra. Ik ben Robbie Gerverdink en zoon van een al lang overleden, doorgewinterde militair met 10 jaar oorlog achter zijn kiezen. Dus ik heb ook wat meegekregen. Waar ik even naar terug wil, naar u. Meneer de Hoop Scheffer, omdat u zei de voorspelbaarheid van de bondgenoten. En ook terug naar mevrouw Bijleveld. Voor wat betreft het personeel. Geld is niet één ding. De soldaten of de militairen die ik tegenkom, en ik kom er gelukkig nog een aantal tegen, die zijn hoogst gemotiveerd. Die zijn trots op hun vak. Maar vanuit de bevolking moet er meer steun en dus daarom meer daadkracht komen. En dat bepleit ik in de politiek om dat uit te dragen. Niet de militairen alleen, want als het volk het draagt, krijg je ook meer aanbod van potentiële militairen. Soldaten, onderofficieren, officieren. Een goede keus. En dan pas kunt u naar buiten toe met geld naar het buitenland, dat u deel kunt nemen aan alles. Dat is even mijn statement in het Engels gezegd. Dank u wel. Ja. Ik kan er alleen maar op zeggen, en ik kijk ook weer even naar de lichaamstaal van de minister, dat zij en ik het geheel met u eens zijn. Ik zie graag, moet ik eerlijk zeggen, en de minister heeft aan het begin van de ochtend een aantal elementen genoemd, ook die binnenlandse taak. Ik zie heel graag militairen, ik zeg daarbij dan, in uniform, in talkshows, op de televisie, uitleggen wat ze doen. En dan gaat het niet alleen om ingewikkelde militaire operaties over de grens, dan gaat het inderdaad ook, als er een grote ramp is, wat doen wij dan? Waar zijn wij voor? Hoe veelzijdig zijn wij? En wij moeten ook, maar in deze zaal is dat natuurlijk preken tegen de reeds bekeerde. Wij zijn natuurlijk allemaal als niet geuniformeerden. Ik zie mijzelf ook als een ambassadeur van die krijgsmacht. En ik weet ook dat het is niet altijd makkelijk. Als ik mijn jonge studenten toespreek, die zijn allemaal opgegroeid met een vrijheids- en veiligheidsbegrip wat totaal voor zichzelf spreekt. Totaal voor zichzelf spreekt. Wat voor niks kwam, voor niks blijft en altijd voor niks zal blijven. En dan, ja, dan kom je bij het krukje van de ambassadeur. Vrijheid is niet voor niks. Kost een heleboel geld. Maar we moeten het wel uitgeven. Dames en heren, graag uw applaus.